Goedemiddag, mijn naam is Brian Lombard en ik is thans een derde student bij Huguenot College en ik studeer in die maatschappelijke beroepen. Ik ben oorspronkelijk van Vredendal, ik heb groot geraakt in Vredendal. Ik heb school gegaan naar ASO en dus ik heb mijn hoogschool lopen ook voltooid. En de reden waarom ik maatschappelijke werk gekozen om te studeren is omdat mijn achtergrond waarvan ik vandaan kom, ik denk dat speel ik een grote rol in. Ik denk dat het ook bijgedragen hoe kom ik vandaag gekozen om een maatschappij in te gaan. Want ik, als ik kijk naar mij, zoals ook groot geraakt, dat ik het groot geraakt in een huis waar ik beide mijn ouders heb verloren, dat ik mijn ma en mijn pa verloren toen ik 2 en 3 oud was. Zoals ik was in pleegzorg geplaatst, ik heb meer dan 5 keer. En dan had hij gewerkt. En ik heb altijd van mij gezegd dat ik ga niet toelaten dat mijn omstandigheden en dat hoe ik groot word, dat gaat hij mij, voor mij affecteren om niet te groot dat ik aan iemand in je leven kom. En die reden waarom ik vandaag geloof dat ik eens in die rechte beroep, maar omdat ik geloof ik kan iemand daar buiten kan zijn leven veranderen. Zoals ik aan veel jong mensen kan ik wijzen dat het is moeilijk om iemand te komen in je leven. Dus als je gelooft dat je is gemaakt om iemand te kunnen komen in je leven. En als ik moet terugkijken waar ik was in mijn leven en ik kijk nu waar ik nu was, kan ik redder zeggen. Ik heb redder een groot mijlpaal bereikt in je leven. En ik kan opgegeven, maar ik heb gekies om aan te geloven en aan te dromen. En dus kom ik weer dat hier virus betekent voor mij redder bij je, want dat helpt mij redder bij je. Om mijn droom te bereiken en dus om één dag een excellent maatschappelijke werker te wezen in Zuid-Afrika en om levens te veranderen door mijn story en maatschappelijke werk. Baie dankie.